Yo, ik ben Giel. Thomas. Stefan. En dit is een speciale uitzending op de woensdag vanwege het coronavirus. Ja, lieve kijkers, dit is even een compleet andere aflevering dan dat jullie gewend zijn van ons op deze woensdag. En dat heeft allemaal te maken met het coronavirus. Het coronavirus raakt ons allemaal. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. De scholen gaan dicht. We vragen alle Nederlanders gepaste afstand van elkaar te bewaren. En ik heb besloten om iets goeds te doen voor de mensen die het momenteel heel hard nodig hebben. Dus ik heb een Instagram de post eruit geknald. Deze. Boom. Jawel. Met de vraag, wie heeft er nou echt een 5-sterren diner nodig? En die ga ik brengen, wel volgens de richtlijnen van het RIVM. Maar ik ga jullie een overheerlijke maaltijd bezorgen. Dus aan de slag. Het Rode Kruis heeft van de week een hulplijn geopend, waar je naartoe kan bellen als je advies of vragen hebt. Ik ga vandaag bij de hulplijn zitten en helpen, de telefoon opnemen. En als er nog andere dingen zijn waarmee ik het Rode Kruis kan helpen, ga ik dat ook doen. Ik ben heel benieuwd. Het schijnt best heftig te zijn. Oké, in deze aflevering gaan we het heel anders doen. Thomas en Giel die zijn allebei op pad om mooie verhalen te halen en om mensen te helpen. Maar ik ga jullie vanuit mijn eigen huis 7 tips geven tegen verveling. Jazeker. Tip 1. Bouw een dominobaan. Bouw een dominobaan. Ik ga een dominobaan bouwen van, ja, DVD's. Dat ken je nog wel, dat zijn die ouderwetse dingen waar films op staan. Oké, DVD's zijn verzameld en nu gaan we gewoon als een ware dan gaan we eerst even. Ik heb dit ook serieus nog nooit gedaan, dus ik weet niet of het werkt. Deze staat dus al niet. Oh shit. Dat moet dus niet gebeuren. Dit kan je vertellen, dit duurt best lang. Dus dit is echt een goede tip, want hier ben je wel even zoet mee. Zijn er. Oké, het moment is eindelijk hier. De dominobaan is helemaal af met de DVD's. En nu is het moment dat ik hem ga omduwen. En ik hoop dat het werkt, want ik ben hier echt super lang mee bezig geweest. Daar gaan we dan. 3, 2, 1. Oké. Dat is een goed begin. Oké, poging 2. Kom op, beter werkt dit. Oh! Ja! Oh shit! Ja! Oh, hij gaat twee kanten, gaat hij! Oké, dat laatste stukje. Yes! Het werkte! Goedemiddag. Ongelooflijk, of niet? Wat is het? We moeten zo doen, hè? Maar dit is toch raar? Het is leeg, lampen uit. Normaal staat het hier ramvol. Ja, het is normaal ramvol. Ja, rond dit tijdstip beginnen mensen te eten. Maar je mag nog eten bezorgen. Ook nog eten bezorgen. Moet wel, als goed zagen trekken of zo. Het eten staat klaar. Ik ga langs de eerste bestelling. Kai heeft een oproep geplaatst. Zijn opa die heeft sinds kort longkanker gekregen. Dus hij mag vanwege het coronavirus mag hij zijn opa niet bezoeken. Nou heeft Kai gevraagd, goh Giel, wil jij een heerlijke, overheerlijke maaltijd bezorgen? Kai, dat ga ik doen. Oh. Jezus, dan wil je iets goeds doen voor de mensheid, dan krijg je zo'n autootje mee. Okay, we hebben net een korte briefing gehad over hoe het werkt in een telefoonpanel. Het is best wel interessant. Ze zeggen, volg vooral je hart en probeer die mensen zoveel mogelijk te helpen. Ik ben echt benieuwd wat voor mensen er bellen en wat voor verhalen ik ga horen. Het is best wel spannend. Ja, we gaan het meemaken. Oké. De hamer. Goedendag, met Thomas van het Rode Kruis, de coronalijn. Thank you.
Ik zou gewoon aan de regels houden die voor iedereen gelden. En als u een verminderde weerstand heeft, dan zou ik extra oppassen daarvoor. Ja, zeker. We kunnen natuurlijk wel via FaceTime of via WhatsApp videobellen met, zodat u wel sociaal contact met zou. Ja? Oké, okay. Hartstikke fijn. Dankjewel, dag. Lekker eten, lekker eten. Ja, hier is het, ja, hier is het lekker. Zo, we zijn er. De hele familie die is naar buiten gekomen. Dit is niet volgens de regels, jongens. Ik heb lekker eten! Ja, ik moet het wel voor de deur zetten, hoe akkerd dit ook wordt. Even aanbellen nu. Zo. Wel netjes afstand houden, hè, jongens? Zo, geweldig. Kijk eens, alstublieft. Dankjewel. Jullie zitten aan huis gekluisterd? Ja, mijn man die is ziek. Ja. Veilige afstand. Ook geen bezoek van de kleinkinderen natuurlijk. Nee, juist op het moment dat je zo'n behoefte hebt aan die knuffel en die arm op je schouder. Ja. Nou, ik hoop gewoon dat jullie lekker vooruit kunnen met het eten. Ja. Dit is wat wij kunnen doen, maar ik wens jullie heel veel sterkte. Dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Tot ziens, hè. Hoi. Ik heb het kippenvel op mijn hele lichaam staan, jongens. Het is echt niet normaal. Opa zit binnen. Heeft longkanker en mag dus gewoon niet naar buiten. Mag zijn kleinkinderen niet zien. Weet je, dit eten is een kleine moeite, maar zo'n groot gebaar. Dus we gaan weer even door. In dit klote dingetje. Hey. Oh. Ik wil in kost houden. €5. Ja, ja. Ah. Oh. We gaan weer verder. Nou. Jezus, hoe kan dit? Nou, hij werkt niet! Hij werkt niet! Oh ja. Arthur. Een klote auto. Tip 2. Zet de kerstboom op. Zet de kerstboom op. Hoe werkt het ook alweer? Het is vrij lang geleden voor mij dit. Maar goed, we hebben toch tijd zat, want we zitten in quarantaine. Dus ik ga proberen deze kerstboom weer eens een keer op te zetten. Wat een leuk idee. Echt leuk. Superleuk om thuis te doen natuurlijk. Pak gewoon die oude kerstspullen van de zolder uit de berging. Zet de kerstboom op. Zet de kerstmuziek lekker aan. Doe het met z'n allen. Hele familie. Bouw die boom mooi. Goeie tip tegen. Echt leuk. Superleuk. Wat een tip. Want hierna kan je ook ongeveer een uur opruimen weer. Kerst! Goeiedag, met Thomas van de Coronalijn Rode Kruis. Ja, nou, ik ben heel blij dat u het zo serieus neemt. Want als we met z'n allen zo'n steentje bijdragen, dan komt het allemaal wel weer goed. Dat denk ik ook. Zeker. Het was echt best wel indrukwekkend. Die hele mooie verhalen gehoord, maar ook hele simpele vragen. Mag de schoonmaker langskomen? Ook wel van één iemand die zegt, ik word net gebeld door de bedrijfsarts. Ik heb corona, wat moet ik doen? En die is helemaal in paniek, want haar man en kinderen waren ook thuis. Hebben die het dan ook? Toen heb ik haar gerust gezegd, neem gewoon meteen contact op met je huisarts of met de GGD. Die gaan je verder helpen. Dan komt het opeens wel heel dichtbij. En mensen zijn echt in paniek. En als je dan een beetje kan geruststellen door simpel advies te geven. Handen wassen, afstand houden en sociaal contact verminderen of vermijden. Ja, kan je ze toch eigenlijk wel helpen en dat is wel heel tof. Heftig wel hoor. Zo, nou, dan ben ik weer hier mijn handschoentjes meenemen. Zo, wat is de volgende bestelling? 4 keer zalm met een lasagne. 4 keer zalm met een lasagne. Nou, jij is koud man.
Ja, ik heb hem niet gezien, dat is een warm. Hoe lang liggen jullie er al in? Nog niet. Domme kut. Heb je daar een rauwe huiering op gegeten? Wat goor, man. Ik krijg ervan. We gaan dus naar de opa en oma van Sam. En ja, opa en oma die mogen ook geen bezoek meer krijgen van de kleinkinderen. Dus ja, het enige wat ik dan wil doen is ze gewoon toch een glimlach geven op hun gezicht. Hallo. Voilà. Zo, even aanbellen. Kijk, ik heb voor u het eten voor de deur gezet. Oh, geweldig. Nou, dankjewel. Maar jullie kunnen natuurlijk de kleinkinderen nu minder vaak zien. Ja, wij zien ze helemaal niet. Daar zeggen ze wel. Wij zijn niet ziek. Nee, maar je moet natuurlijk wel opletten. Ja, wij letten ook op. Nou, eet smakelijk, hè? Nou, dankjewel. Kom goed. Oké, tot ziens. Tip 3. Ga op date. Ga op date. Ga op date. Tip 3. Een hele goede morgen. Ik ben vandaag in Purmerend bij een sporthal. Hier gaan ze meerdere huisartsenpraktijken inrichten, zodat mensen die denken dat ze eventueel corona hebben, hier geholpen kunnen worden. En ik ga kijken of ze kan helpen. Nu hoor ik helemaal bij. De kleedkamers zijn ingericht. Er staan nu 3 stoelen, een tafel en een soort van brancard waar patiënten op kunnen liggen. En ondertussen wacht ik gewoon rustig af wanneer ik weer kan helpen. Tip 4. Leer drummen. Nummer 4. Leer drummen. Hey, mocht je nou thuis niet zo'n drumstel hebben staan, let dan nu even goed op, oké? Oké, we staan nu in de keuken zoals je ziet. En ik weet zeker dat jouw ouders dit heel tof vinden. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is het volgende. Pannen. Pak elke pan die je hebt, die je kan vinden. Eigenlijk is dit alles wat je nodig hebt, denk ik. En ja, ik ben nu alleen, maar het is extra leuk als er heel veel mensen, vooral je ouders, in de buurt zijn. En zo hard mogelijk slaan ook gewoon. Zo leer je drummen. Ergens in de flat woont de opa en oma van Iris. Zo. Nou. Ik kom het eten brengen. Dat zie je. Ik moet het wel van een afstand zetten helaas. Ja. Dus ik zet het hier netjes neer. Mogen jullie lekker eten? Dankjewel. Hoe is dat nou voor jullie zo? Dit is de eerste keer dat we ze weer zien in lange tijd. En niet bang dat ze het virus meedragen? Nee. We houden toch al wat afstand. En, dat wel. Kunnen we voor hem zo doen? Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat gaat niet. Het blijft wel een beetje gek dat je kan ze geen hand geven. Je moet het van een afstand neerzetten. We gaan weer door. Tip 5! Tip 5! 5! Ga kamperen! Ga kamperen! Kamperen in je woonkamer! Ik ga jullie nu laten zien hoe je heel simpel thuis kunt kamperen. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is het volgende. Een heel groot doek. En 2 kampeerstoelen. Er staat een slaapzak en een wc-rol voor als je naar de wc moet op de camping. Kijk, je kiest een hoek uit van je kamer. Deze hoek. Huppatee. En daar overheen komt dan het doek. Ho. Tada! Mooi, hè? Op de camping. Wat slecht. Bam. 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 Tadaa!
Au! Party! Party, 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 party! Ah, kom op! Waarom doet hij het dan niet? Je hebt toch... To the people! Tadaam! Tadaam! Ben ik weer. Zo. Nou, gaan we dan. Kijk eens. Volgens de richtlijnen heb ik het netjes daar neergezet. Dankjewel. Ik begreep dat iemand zijn vakantie ineens onverwachts voorbij was. Ja, ik zat in Spanje en daar vond ik het een beetje spannend worden. Oh jee, hoe lang zou je gaan? Ik zou eigenlijk pas gisteravond terugkomen. Dus al... Maar, toen ging de horeca dicht en toen werden de stranden leeggeveegd en toen werden de hotels werden gesloten en vluchten geannuleerd. En toen dacht jij, maak dat ik wegkwam. Zo de mieter naar huis. Nou, eet smakelijk. Dankjewel. Super. Tjabé. Tip 6. Versier je huis met wc-papier. Ja, met wc-papier, want dat heb je thuis. Oké, zeer waarschijnlijk heb jij ook wel gehamsterd. Dan heb je daardoor waarschijnlijk heel veel wc-papier in huis. Wat je daarmee kan doen tegen vereniging is vrij simpel. Versier je hele huis met wc-papier. Ik ga het even laten zien. Het is ook altijd super handig als je een klein beetje begint te zweten. Je drukt gewoon weg even hier bij de hand hebben. Kan je het zo weghalen. Hup, dan je lekker bezig. Oh, ik kan maar niet meer bewegen. Oké, heel eerlijk. Als je dit wil, ben je best wel even zoet. Dus dit is echt een goede tip tegen verveling. En ik weet zeker dat je ouders dit ook lachen vinden. Dus ga ervoor. Ga ervoor. We zijn nu aangekomen bij een distributiecentrum van het Rode Kruis. Hier zijn vrijwilligers bezig om handschoenen in plastic zakjes te doen. Dat is een klein onderdeel van een wat groter pakket wat hulpverleners van het Rode Kruis eventueel kunnen gebruiken als ze in aanraking komen met een coronapatiënt, dat ze wel veilig kunnen werken en niet zelf ziek worden. Echt top dit. Hoeveel pakketten moeten we nog? Heel veel. We gaan nog niet naar huis. Wel voldoende afstand, hè? Kijk eens, de laatste zak. Hey, lekker bezig, jongens. Echt top. Wat enthousiasme, het spat er vanaf. De laatste tip, tip 7. Bouw een stuntbaan. Bouw een stuntbaan, bouw een stuntbaan. Goed, we gaan dus een stuntbaan bouwen. Wat je daarvoor nodig hebt is simpel. Een deken kan sowieso altijd handig zijn. Je hebt gewoon veel zachte dingen nodig. Dit is een topper, twee persoon stopper. Die nemen we mee. Huppatee, helemaal goed. Kussens, natuurlijk de grote matrassen. Ook altijd helemaal top. Oh, jee. Top. Gewoon zo. Helemaal top. Dit gaat echt mis. Dit gaat echt mis. Ik ga gewoon, dit gaat gewoon best wel pijn doen waarschijnlijk. Het is niet eens heel tof of zo. Het is gewoon alleen maar kut gewoon. Nou goed. Oké, ik miste de matrassen. Oké. Klaar met dit. Ik ga dus nu eten brengen bij mensen die aan het werk zijn in de zorg. Ja, ik moet het voor de deur zetten, heb ik begrepen. En dan komen ze het ophalen. Oh, ze staan er al. Hallo. Hallo. Ik zet het netjes voor de deur. Hier zitten allemaal oudere mensen. Ja. En hoe is dat voor jullie nu om te werken vanwege het virus? Heel lastig. Ja. Is het lastig, mensen ja? Mensen snappen er niet. Nee. Mensen snappen er niks van? Nee. Mensen voelen zich alleen, ze moeten wachten op visite. Ze snappen niet dat de kinderen niet komen, de partners niet komen. Ja. Leg ze dan maar uit. Ja, leg ze dan maar uit. Ja. Verwacht je dat het heftiger wordt? Ja, waarschijnlijk wel. En wij zullen er niet zo ziek van worden, maar deze mensen wel. En je wil ook niet degene zijn die ze ziek maakt. Nee, ja. Ga zo door, want ik vind het, wat jullie nu allemaal doen is helemaal fantastisch. Maar dat doen jullie altijd. Ja? Neem het alsjeblieft aan. Ja. Eet smakelijk. Ja, tot ziens. Doei. Doei. En zo heb ik deze mensen in de zorg, maar ook andere mensen vandaag enorm blij gemaakt
met een overheerlijke maaltijd. Oké, de afgelopen anderhalve dag heb ik meegelopen met het Rode Kruis. Ontzettend indrukwekkend te zien hoe zij bezig zijn met allerlei voorbereidingen om eventueel ziekenhuizen en huisartsenposten te ondersteunen. Wij vanuit Stuk TV hopen sowieso dat jullie allemaal de maatregelen opvolgen en dat iedereen veilig is. Let een beetje op elkaar, dat is ontzettend belangrijk. Wij hopen alsnog dat jullie deze video heel tof vonden. Dus als je dat vond, geef dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal als je dat nog steeds niet hebt gedaan na al die tijd. Ik kan me haast niet voorstellen. Dankjewel, tot de volgende keer.